Het personeel van zorgverzekeraar Menzies blijft vechten voor het behoud van banen. Klokslag 12 uur vanmiddag was er een protestactie. Alle medewerkers van Menzies kwamen naar buiten en zongen een zelfgemaakt lied om hun verdriet te laten horen over de plannen van de directie. Door de reorganisatie verdwijnen in Groningen 165 voltijdbanen. Dat betekent voor ongeveer 250 mensen dat ze op zoek moeten naar ander werk. Menzies wil hier 250 banen laten vervallen en dat komt neer op zo'n 250 mensen die hun baan verliezen. En waarom? Omdat er efficiënter gewerkt moet worden. Er moet meer digitaal gewerkt worden. Mensen hier, de medewerkers, begrijpen dat. Maar zij zeggen ook van ja, dat kan ook wel op een andere manier, wat meer sociaal. Zodat de klap hier in Groningen wat minder groot wordt. We hebben nu weer een teken gegeven. Mensen hebben ook heel duidelijk nu aangegeven dat ze vastberaden zijn. En dat ze ook niet ophouden. Dus we wachten even af wat de reactie van Menzies wordt. En dan zien we volgend jaar samen met de medewerkers wat we verder gaan doen. Maar daar kan ik ook verder nog niet op vooruitlopen. De medewerkers blijven hopen. Gedeeltelijk is het natuurlijk nodig. Ik bedoel, elk bedrijf zit met problemen, maar het gaat niet helemaal op een eerlijke manier. En dat is eigenlijk ook waar de meeste mensen problemen mee hebben hier. Ook de kerstman was aanwezig. Ik vind het vreselijk. Het is, zoals ik al zei, een bedrijf die is ontstaan uit Groningers en opgebouwd door Groningers. En nu staan de Groningers op straat. Als Menzies de plannen niet verandert, dan gaat het personeel door met actie voeren.